Elk jaar kent de kloscommissie den Hannes toe en immers den boete zijn schuld duchtig gekloerd is geworden. Den Hannes wordt uitgereikt op de klosoverdracht. Die dit jaar voor de eerste keer plaatsvond in het gasthuis. Maar ween heeft met vorig jaar ook eens weer gewonnen. Ger Gubbels haalt herinneringen op. Met de dag. Dirk Marcellus heeft toen in Hannes van de vangst genomen en twee redenen. Hij wordt in Liverpool onterecht van het veld gesteund. En hij wordt het eerste Rostenaar in een goal maakte in de Champions League. Het oneigen goal. En de vorige week is al af. Is er gesproken geweest van het Mien Hofman effect. Het Mien Hofman effect wil zeggen dat je een Hannes krijgt voor iets en krijgt doordoor bereikt. Wat je niet had bereikt als je een Hannes er niet voor gekregen had. En het antwoord die vorige week Dirk is gewoon door het jou. Een aantal personen die er misschien toch stiekem op geteld hadden, kregen den Hannes niet. Maar iedereen spreekt den Hannes niet, omdat we bang zijn dat hij straks als tiende leerling wordt geteld en dat je dan weer een smak geld kan doen. Uiteraard hebben we Marcelle Dings overwogen. Eigenlijk het eerste slachtoffer van de fusie. Als je de slachtoffers in Wielder allemaal in mijn brengt. Potverdikkie. Marcelle heeft aangegeven door mij te willen stoppen op 1 januari. Ze willen in de negenheid geen rol meer spelen, tenminste niet op bestuurlijk niveau. En dan zit het toch wel gekloerd. Je had het toch zo goed nou wel zin. Maar Marcelle kreeg de handen neer, omdat ze er zelf uit schijnt. En omdat we bang zijn voor het Mien Hofman effect. Eigenlijk zou je de cachères van Jan Linders en de Plus in aanmerking moeten komen van de Hannes. Zij huren dat gekneerste de ganse dag. Maar die muzikanten kregen de Hannes niet, omdat die schoon zien dat zij denken dat het een edition is. En dan vullen ze zich gewaardeerd en dan kost er geld voor vormen. Als toch de lange 90.000 euro kan beuren voor zijn seer. Dan groeit het toch om eigen roer te nemen als je die van over het stond. Dan zit het toch een dief van de eigen portemonnee. Yvonne en ik hebben het erover gehad om ook een seer aan het hoes te zetten. En een rekkenoot te verkopen. Dat had hij eigenlijk verdiend. Maar Yvonne is de nachtsleubel en hij zegt. Als we die seer nog eens neerzetten en daar verkopen. Dat scheelt nog meer. Maar groepen voor stiek de handels neer, omdat ze het LVK hebben gewonnen en Marcelle terugkregen. Burgemeester Van Rooij heeft een handels kunnen krijgen. Op de Prinsenproclamatie had je een t-shirt bezig voor een derken. Waarop stond Adrian Bieft. Dat t-shirt heeft hij weg moeten gooien. En hij heeft een nekel te maken met als tekst Adrian Bieft, der gegeet. Het CDA hebben we nog overmorgen. Vanmiddag stond in de krant dat het CDA een wegwieseling wil in de polls. Uitgelijk het CDA dat zelf vast de wegwiesel is. Met een tunnelvisie. Leon Leentjes geeft volgens de krant zijn eigen puntjes op. Waarom dat in de krant valt, weet ik ook niet. Ik heb al jaren geen eigen puntjes. Die vonden wel eens helpen, maar in principe doet het zelf. Maar de centrumplannen gaan nou toch weer op de schub. W3 heeft het LDK niet gewonnen, 3W. Heer de Roos alles verloren. Bang dat ze aan de grond komen te zitten. En volgt richt de Hannes neer en dat we schoon zien dat hij, de Hannes dus, iemand helpt met de duppen van die puntjes. Maar dan hebben we natuurlijk het echte Hannes van dit jaar. Wie richt hem aan? Het heeft alles te maken met een van de voorgaande kandidaten. Hoog centrum heet op de schub. Je weet tegenwoordig nimmer wat je zit.
als je ziet wat er nimmer is. Dat uitzicht van uw deur richting Herstvoort en Chinese Moor. Maar dat is dan ook meteen het enige pluspunt. En dan moet er straks gebouwd gaan worden. En die winkels moeten ook weer voorgekregen worden. En dan komt het weer de Chinees. Het pand wordt ooit allemaal begonnen is. Kokshu. 3 jaar geleden het middelpunt van de revue. Met het verdwijnen van Kokshu is ook een stuk sociale geschiedenis van Hoorn weg. Vroeger was het de place to be in Hoorn. Als je liep op een school of wat school, dan ging het naar Kokshu. Want daar trof er altijd iemand of een kermisrol of carnaval of gewoon niks. Voor mij persoonlijk betekent dat naar Hoorn fietsen, bij Kokshu naar binnen gaan, via de gang naar achter. Dat hebben ze later met Danny Pank aangenoemd. En dan komen er weer de huske voor de tweede tapstroom en de wc hoor, voor de vloer al naad hoor. Maar dan wordt wel altijd gezellig. Kokshu, het hart van de Horst samenleving. Al hij het hart later wel een omleiding. Vroeger kost de binnendoor naar achter, later moest achteren naar door. Maar wie kreeg dan in alles in dit verhaal? Het rijdt natuurlijk om Kokshu. Dat rijdde vroeger alles om. En daar is een dreumer opgericht in 1963. En met het verdwijnen van Kokshu is ook het geboortehuis van een dreumer verdwenen. Maar dat niet alleen. Ik heb het vers al een keer, misschien wat ik akkers had genoemd, een stuk sociale geschiedenis van Hoorn is gewoon weg. Dus een dreumer kreeg een Hans. Maar wie geeft hem dan? Wie heeft de grootste man met Kokshu gehad? Nou, door we het zo verrend, terwijl hij zelf weer de vergadering zat, met een gemerkt heeft, hebben we besloten dat toen Jenskes, als ik tweede moeder, in handen schiet, vandaag ik het vaker mag niet zien. En een terechte winnaar, Oerdiel zelf. In ieder geval, toen Jenskes was compleet verrast, maar was er toch erg blij mee.